Alex Pastoor, de avond begon spectaculair met vuurwerk. En dat niveau van spektakel is daarna eigenlijk niet overtroffen. Ja, daar ben ik het mee eens. Wat is jouw analyse van deze wedstrijd? Nou, een eerste helft die zich echt in het tempo van 1916 voltrok. Wij konden niet zo goed, vond ik. We hadden moeite met het snelle storen van Willem II. Moeite om ritme te krijgen in de wedstrijd. Ik vond dat de voorste vier spelers was aan te rekenen. Die waren slecht bereikbaar. Tempo was daardoor laag, veel breed en terug. Ja, en Willem II kiest er vaak voor om sowieso breed en terug te spelen. En dat betekent dat zo'n voetbalwedstrijd amper op gang komt. Ja, er is dan in beide strafschopgebieden hoegenaamd niets te beleven. En wat er tussen de strafschopgebieden zich afspeelde, ja, dat kon mijn bril bijna niet verwerken. Zo armetieren vond ik dat. En je komt daar ook nog met 1-0 achter. Dat is niet overdreven prettig. Een standaard situatie. En de tweede helft kwam eigenlijk op gang nadat Goodwin erop kwam. Toen kwam er wat meer tempo, toen konden we ook ballen vooruit. En niet lang na Goodwin kwam Stokkers erop. En die bracht ook voor veel energie en diepgang in het spel. Ja, en toen konden we ook wat meer ruimte vinden en wat meer rust om ook gewoon combinatievoetbal te spelen, wat we graag doen. Nou, en dat was eigenlijk ook wel heel hard nodig, want ja, als je nou 0-2 achter staat, ja, dan kun je ervoor kiezen om alles naar voren te schieten. Dat moest ook af en toe, maar meestal deden we dat niet. Nou, en dat leek er soms op. Je zegt in de eerste helft waren onze voorste vier lastig te bereiken. Is dat dan een kwestie van Willem II die de zaakjes verdedigend goed op orde had? Of is dat die vier voorwaarts van jou aan te rekenen? Nou, dat is natuurlijk altijd een evenwicht daarin. Zij stonden ons eigenlijk vlak buiten de 16 al op te wachten. Nou, voor ons betekent dat twee dingen. Als je dan een lange bal speelt, dan moet je zorgen dat je de tweede bal pakt. Ergens rond de middenlijn of iets daaroverheen het liefst. En van daaruit gewoon je positiespel spelen. Met een lange bal beginnen, dat is helemaal geen schande. En het tweede is dat je veel meer moet opbouwen en aanvallen vanuit het moment dat je hem afpakt. Nou, daar hadden we best moeite mee. En dat kwam ook omdat Willem II de bal bijna niet naar voren schoot. Dus dat heeft met beide te maken. Speelt daar dan in ook nog een rol dat je zonder echte spits speelt? Ik denk wel dat dat meespeelt, want kijk, als je met Stijn en Paco speelt, dan heb je geen natuurlijke diepgang vanuit de spitspositie. En dat heb je met jongens als Azuzi en Stokkers wel. De eerste waar zij aan denken is dieplopen. Nou, vandaar dat je beter altijd een lopende speler kunt combineren met een pasende speler, want dat is dan wat meer complementair. En spelers als Stijn en Paco die zijn veel meer gewend om vanaf de nummer 10 positie diep te gaan. Dus dat heeft er zeker mee te maken gehad. En waarom koos je dan toch voor dat duo? Nou, we vinden dat Paco, zo hadden we ook getraind de hele week, op die positie prima kwaliteit kan leveren. We hadden ook al vroeg onderkend, ja, het gevaar is dat er te weinig diepgang van die positie is. Nou, de diepgang zat ook niet bij Thomas en Joris. Als ze dan vier amper diep gaan en nog moeilijk aanspeelbaar zijn ook, dat betekent dat vele opbouwen, aanvallen een vroege dood sterven. Als we kijken naar de spitspositie, heb je natuurlijk in de selectie sowieso wel wat problemen met de langdurige blessure van Bergkamp. Nou ja, Pogba is natuurlijk geblesseerd, El Azouzi raakt dan geblesseerd, dan raken de smaken ook snel op. Ja, maar goed, de een is de ander niet. En zodra je een naam verandert, dan verandert er wezenlijk iets aan je spel. En je moet je ook afvragen of sommige combinaties dan de meest gelukkige zijn. Nou, ik vind dat Finn bijvoorbeeld met zijn invalbeurt nu, maar ook in zijn laatste wedstrijd in Jong Sparta en in de oefenwedstrijd tegen Kortrijk, wat dat betreft, de betere vervanger is de volgende keer dan misschien Paco. Ja. Althans, als we weer tegen Willem II zouden spelen. Ja. En dan moeten we in die rangorde dan kijken naar iemand als Chevreux bijvoorbeeld? Daar moet je helemaal niet naar kijken. Dat moet je gewoon aan mij overlaten. Laat ik dan vragen, hoe kijk jij in die rangorde naar Chevreux aan?
Nou, Chevreux, dat is echt een spits die je in en om de 16 heel goed kan gebruiken. En ja, we hadden aan het einde misschien op een andere manier iets willen forceren. Maar vlak nadat we Craig inbrachten, gaf Paco al aan dat hij zich niet goed meer voelde. Dat was ongeveer 10 seconden daarna. Dus dat vond ik echt heel vervelend. Want daarmee waren dat soort smaken in ieder geval uitverkocht. Want dan kun je met twee spitsen gaan spelen. En, dat is ook echt iemand die een neusje voor de goal heeft. Maar als je dan hebt over achter de verdediging diep lopen, daar is hij niet geschikt voor. Dus dat zou dan echt vreemd zijn dat je klaagt over diepgang en dan een speler zonder diepgang inbrengen. In de rust van de wedstrijd tegen AZ zet hij verdedigend iets om met Pentoe eruit, Van Drongelen naar links en Vriends erbij. Dat deed je vandaag ook in de rust. Waarom? Omdat Willem II niet of nauwelijks gevaarlijk werd, maar als ze dat werden, was het heel vaak op die plek. Dat hebben we al een aantal keren ondervonden. Pinto wordt dan het slachtoffer, maar in feite is Loris Bruño daarmee de schuldig aan. En waarom? Omdat het aan die kant kunnen ze gewoon 2-2 maken. En Florian Pinto is op dit moment nog niet bij machten om dan te eisen dat hij of met zijn eigen man meegaat, of aan de binnenkant de tegenstander van Pinto pakt, zodat die de bek opvangt. Ze moeten daar keuzes maken. Zolang dat niet gebeurt, dan blijft Florian altijd in een 2-1 in ondertal staan. En hij maakt ook geen keuze. Dus dat betekent dat er kwamen niet direct kansen uit, maar wel van die vervelend indraaiende voorzetten steeds. Nou, dat kun je ondervangen door Rick van Drongelen naar links te verhuizen. Ja, en die doet dat vooral beter, omdat hij gewoon wat agressiever is dan Florian dat is. Ja. Nu je twee keer hebt gezien dat een goede formule is, is dat dan misschien iets om richting de volgende wedstrijd ook gewoon als basis te gaan overwegen? Ja, maar er zijn eigenlijk naar mijn zin iets te veel dingen die ik altijd overweeg. Dan slaap ik ook zo kort. Je speelt vanavond gelijk. Vooraf zeg je misschien bij een 2-2 resultaat tegen Willem II. Moi. Gezien het wedstrijdbeeld denk ik dat je er gewoon blij mee kunt zijn dat je uiteindelijk een punt pakt. Dat denk ik wel. Letterlijk gezegd, als je zo mager speelt en er toch een punt aan overhoudt, terwijl je een kwartier voor tijd nog of zoiets met 2-0 achter staat, ja, dan is dat zo. En vandaar, toen we de 2-2 maakten, dan hebben de aanvoerder en de trainer even oogcontact. Ja, als je er zo in staat, dan denk ik puntje in de zak steken. En dit is een karteltje naar beneden. En dan gaan we morgen gewoon weer door waar we gebleven waren. De spelers beaamden hier net als jij vrijdag dat het nieuwe tenue prima zat en dat ze hem graag willen aanhouden. Dus jullie hebben een sterk verhaal met z'n allen, denk ik. Ja, dat zou me echt heel blij maken. Ik zei vooraf, in zo'n tenue kan je niet slecht spelen. Nou, dat was toch wel vragen om problemen. Weg met dat ding. Nee, dat niet. Dat tenue houden we aan, maar ik zal het niet meer zeggen.